Welkom. Welkom allemaal bij bijzonderemensen.tv. Kijkers online, live en uiteraard alle mensen hier bij Qua Koken. Volle bak, fantastisch dat jullie er allemaal zijn. De 10e aflevering alweer van dit programma. En we gaan aan tafel zometeen met twee bijzondere gasten. Die ga ik aan jullie voorstellen. We hebben twee enorme mooie muzikanten. Die ga ik ook aan jullie voorstellen. Maar we gaan hier beginnen. En wat ik altijd vraag aan iedereen. Als we live zijn, op Facebook delen. Want we zijn op zoek naar bereik. De vorige keer gingen we over de 10.000. Hopelijk gaan we nog eens een keer over de 15.000. Wij gaan aan tafel met onze bijzondere mensen bij bijzonderemensen.tv. Applaus! En aan mijn linkerkant, en voor u rechts, voor de kijkers rechts, hij zit al mooi hoog hier aan tafel. Hij gaf onlangs aan de commissaris van de koning, en ik moet niet vergissen dat de koningin is, want dat doen nog heel veel mensen, de koning, aan dat het goed was geweest. En dat hij na 6 jaar burgemeesterschap van Oldenzaal, de glimlach van Twente, ermee ging stoppen. Per 1 juli 2018. Hoe kijkt hij daarop terug? Gaat hij dan met pensioen? Hoe kijkt hij terug op zijn carrière als wethouder, als burgemeester, als waarnemend burgemeester, als directeur? En is het nou Oldenzaal, Noordoost-Twente of Twente? Dames en heren, Theo Schouten. En voordat ik naar Henny ga, gaan we even naar de keuken. Want daar staat Joris. En Joris die staat altijd klaar om zeg maar, voor ons zo meteen lekker te vertellen wat hij gaat koken, wat wij straks gaan eten. Dus Joris, kom erop. Wat gaan we eten vandaag? Ja, dat heb je helemaal goed, Bas. We gaan natuurlijk zoals elke maand weer koken voor jou en je gasten. De koude maanden zijn begonnen, dus we gaan naar wild toe. Dus ik heb een mooi stukje hert gehaald, net over de grens in Bentheim, Bentheimer wild. Daar hebben we de bovenbeel, dus de achterkant, het dikke stukje daarvan gepakt. En dan pakken we daar volgens weer de zijkant van, dat is een mooi mal stukje. En deze gaan we braden in zijn geheel, op de grill. En daar gaan we een klein stoofje van het kalf bij doen als tegenhanger. Met saus van eekhoornjesbrood om het mooi in de smaak te houden. En je kunt zien hoe mooi het verkleurd vlees is. En dan gaan we hem even mooi aangrillen op de bloedhete grill. En dan laten we hem ongeveer een half uurtje, ligt een beetje aan hoe lang jij praat natuurlijk. Laten we hem in de oven nagaren en dan komen we uiteindelijk bij jullie terug. Ja, nou dat klinkt eigenlijk wel heel goed. En ik denk dat zeg maar voor de mensen in de zaal, hè, terwijl de camera zo meteen over Benny komt. De mensen in de zaal, mocht je hierna willen eten. Volgens mij zit je vol hè, Joris? Tafels allemaal gereserveerd of niet? Het meeste is gereserveerd inderdaad. Dus we moeten even kijken hoe het vanavond loopt en waar we nog kunnen passen. We hebben wat hoge tafels vanavond nog vrij. Dus, en anders komt u allemaal maar weer terug in de prachtige locatie hier bij Qua Koken. Dames en heren, mijn tweede gast. Die zit hier aan mijn rechterkant voor u links. Ik heb hem moeite moeten doen om hem aan tafel te krijgen, maar het momentum was daar toen het boek er eenmaal kwam. Als wielrenner van 1973 tot 1988 actief, met daarin grote successen waar we het over gaan hebben. Olympisch kampioen, Nederlands kampioen, wereldkampioen, 2 keer 2e in de Tour de France. En als enige Nederlander nog de winnaar van de 4 echte klassiekers, Milaan-San Remo. Ik moet even spieken natuurlijk, hè, want ik weet niet alles uit mijn hoofd. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. Vervolgens ook nog ploegleider van een aantal ploegen. Tegenwoordig naast nog steeds actief fietsen, druk met een ijskuip. En recent is zijn boek uitgekomen over zijn wielercarrière. En daar gaan we het over hebben. Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor Henny Kuiper. En wat ik zelf ook heel mooi vind, je kent normaal gesproken bij ons de muzikanten Jesse en Sepp of Robin Anconé. Maar we hebben speciaal voor deze gelegenheid 2 andere muzikanten kunnen vragen. Eén daarvan is ook nog jarig, dus ze nemen plaats. U kent ze vast, voor de mensen die in Oldenzaal al eens zijn geweest of in het muziekcentrum. We gaan het er ook nog over hebben straks. Maar ik zou eerst willen vragen of ze hun eerste liedje gaan spelen. En Ronald, je bent jarig hè? Ik ben jarig, ja. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We gaan allemaal een liedje voor je zingen. Erik en Roland ten Bos, enorm! Dankjewel. Ignore the things just happen like that.
can't find all the answers. What will be, 'cause of choices. Be proud of what you are, be the nuances. Still you can't find all the answers. You won't find all the answers. So step out of the dark and live your life with arms wide open. Mooi jongens. Dank jullie wel. En dat belooft een mooie avond, een mooie uitzending te worden. Jullie komen nog terug en geniet van je verjaardag alvast, hè. Theo Schouten, laten we beginnen met een filmpje. Dus even kijken wat eruit is gekomen. Komt-ie. Wat heb jij toch in een prachtige stad eigenlijk gewerkt? Nou, nog steeds. Wat ben je in een prachtige stad aan het werk? Ja, dat klopt. Hoe trots ben je daarop? Nou, ik vind het fantastisch wat er in Oldenzaal allemaal gebeurt, wat er van de grond komt. Het is een hele gezellige stad, Bourgondische stad. En ik heb me daar van het begin af aan heel erg thuis gevoeld. En nog steeds. Wat is, wat is de belangrijkste taak eigenlijk van burgemeester zijn? Ja, de belangrijkste taak is natuurlijk dat je de gemeente bestuurt samen met de collegeleden, burgemeester en wethouders en samen met de gemeenteraad. Dat is het belangrijkste. Mm-hmm. En voor de rest is het heel belangrijk dat je als burgervader in de samenleving staat. En als je zeg maar daarnaar kijkt in de afgelopen 6 jaar, maar ook daarvoor, je mag natuurlijk geen cijfer geven over jezelf, maar wat vind je dat je daar, hoe heb je dat gedaan? Hoe denk je dat de mensen naar jou kijken? Ja, dat zijn twee verschillende dingen, hè. Doe ze allebei. Ja, kijk, en ja, hoe je zelf denkt dat je gedaan hebt. Ik heb geprobeerd om, dat stond ook in de profielschets die toen was opgemaakt door de gemeenteraad. Iemand die midden in de samenleving staat, tussen de bevolking. Dus niet op een voetstuk, maar gewoon tussen de bevolking. Dat heb ik geprobeerd om te doen, dat doe ik nog steeds. En ik heb ook het gevoel dat dat ook in Oldenzaal op zijn plaats is. Hè? Dat men niet iemand wil hebben, een of andere hotemethode die hoog van de toren blaast. Of dat wil men niet. En gewoon jezelf zijn, normaal als mens in de samenleving tussen de andere mensen je opstellen.
En dan heb je gewoon een rol. En die rol die vul je zo goed, probeer je zo goed mogelijk in te vullen. Ja, wat is jouw beeld van Theo Schouten? We mogen trouwens je en jij, hè? Dat hebben we afgesproken. Ja, nou, ik denk dat helemaal de schets helemaal klopt bij hem, ja. Ja, midden erin. Ja, zeker weten. Ja, wonderlijke carrière is het wel geweest, hè? Wethouder, ambtenaar, wethouder, burgemeester, waarnemend burgemeester. De staat, hoe kijk je daar zelf tegenover? Directeur van de regio? Ja. Nou, het punt is dat, ik heb eerst een ambtelijke loopbaan gehad, allerlei dingen gedaan. Bij de provincie vooral gewerkt, 15 jaar. Toen ben ik waarnemend burgemeester in Goor geworden. Daarna naar Haaksbergen gegaan als burgemeester. Daar ben ik vrij snel gestopt. En vervolgens ben ik directeur geworden van Netwerk Stad Twente. En toen via het wethouderschap weer burgemeester geworden. En dat is een niet alledaagse loopbaan. Want meestal als je eenmaal burgemeester bent, dan blijf je dat tot eind van je loopbaan. Daar zat bij mij een hiccup in. Omdat ik geconfronteerd werd met een wetswijziging. Waardoor ik gedwongen werd om vanuit Goor te verhuizen naar Haaksbergen. Terwijl het maar 10 kilometer verderop was. Ja. En onze kinderen zaten in Holten, dat de middelbare school. En toen hebben wij gezegd van, het is allemaal leuk en aardig. Dit is niet met mij afgesproken. Daar kon de gemeente Haaksbergen niks aan doen. Daar kon ik niks aan doen. Alleen ik werd er wel mee geconfronteerd. En toen heb ik gezegd, oké, ik vind het gezin belangrijker dan mijn loopbaan. En ben ik gestopt als burgemeester. En vervolgens directeur geworden. Weer een ambtelijke functie gehad bij de netwerkstad. Los van even de laatste 6 jaar Oldenzaal, hè, maar wat is het allerleukste wat je in jouw carrière hebt gedaan? Wat vond jij het allerleukst? Nou, ik vind die burgemeestersrol heel leuk. Daarom dat ik ook weer geprobeerd heb om daar weer in terug te komen. Dus ik ben ook heel blij dat uiteindelijk gelukt is hier in Oldenzaal. En waarom is dat leuk? Omdat je een heel veelzijdige baan hebt, met heel veel mensen in aanraking komt, hele verschillende dingen doet. Nooit weet wat er op een dag allemaal op je afkomt. En dat je ook in die samenleving die rol kunt vervullen, als burgervader met name. Hè. Dus dat je op allerlei manieren met mensen contact hebt. Soms wat voor mensen kunt doen, niet altijd, maar soms wel. En dat je kunt proberen om dat bestuur goed te laten lopen in de gemeente. Dat geeft mij voldoening. Maar zijn dat ook de mindere punten die je tegenkomt? Dat je dingen niet voor elkaar kunt krijgen terwijl je denkt van het is misschien zo dichtbij? Ja, dat komt ook voor. Kun je een voorbeeld geven? Ja, daar kan ik wel een voorbeeld van geven. Als ik kijk naar de hele situatie rondom de Vijfhoek. Dan ligt daar een plan klaar wat uitgevoerd kan worden. En dan loop je er tegenaan dat er een aantal mensen zijn die op zich vanuit hun gezichtshoek daar bezwaar tegen hebben. En die dat heel hoog opzoeken, waardoor er een enorme vertraging optreedt in zo'n proces. Ja. En dat vind ik erg jammer, omdat je graag zou willen dat die swing weer in de stad komt. En dan is de Vijfhoek toch belangrijk dat daar wat gebeurt. Dat heeft een uitstralende werking, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, en dat wordt dan opgehouden door bezwaarmakers. Wat hun goed recht is, laat ik dat er gelijk bij zeggen. Ja, het is... Maar wat voor de procesgang heel vervelend is. Ja. Ja, we zagen al het mooie filmpje, hè? Een beetje het commerciële filmpje van hoe zit je Oldenzaal er neer. Dat is de glimlach, Bourgondisch, Boeskool. We hebben jou ook nog gevraagd naar bijzondere locaties. Hè? En daar hebben we een ander filmpje voor gemaakt. Laten we heel even kijken wat jij daar nog aangaf. Okay. Aanvullend aangaf. Oké. Okay. Je hebt het doorgegeven, hè? De Plegelm is natuurlijk als ons symbool. Ja. En de herdenkingstuin, vertel. Nou, de Plegelm is natuurlijk het symbool van, naast het Boeskoolmenneke, het symbool van Oldenzaal. Al bijna 1000 jaar, zou ik willen zeggen. De Oorlog Ries, bij iedereen bekend. Heel mooi gebouw, een mooi monument. Ja, prachtig. En wat je ook niet veel tegenkomt, dus daar kunnen we echt trots op zijn. En de herdenkingstuin heb ik genoemd, omdat dat vanuit de groep mensen uit de samenleving het idee is opgekomen van laten we nou proberen om het monument voor de oorlogsslachtoffers, om dat een andere plek te geven in Oldenzaal, waar het beter tot zijn recht komt, gekoppeld aan andere elementen die met herdenken te maken hebben. Ja. En uiteindelijk is er ook een monument geplaatst voor de Sinti en de Roma. En er is een monument geplaatst voor de Joodse oorlogsslachtoffers. Dat is allemaal op één plek bij elkaar gebracht, achter het stadhuis. Hele mooie locatie vind ik zelf.
We noemen dat de herdenkingstuin. Het is ook een plek waar je even stilte, rust kunt vinden. Ja. En dat functioneert ook op die manier. En dat in de boeschool staat die eigenlijk nooit rustig is. Dus je hebt even een plek waar je even wat rust kunt vinden. En, Je hebt niet het Henny Kuiper viaduct mogen openen, hè? Dat is toch al, hoe lang bestaat dat al, Henny? Nou, al een tijdje al. Een tijdje al, hè? Ja. Dat is al heel lang geleden volgens mij. Ja. Als jij terugkijkt naar 6 jaar oude zaal. Ja. We vroegen jou wat zijn de meest bijzondere dingen en daar hebben we ook wat beelden van, hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, koning? Wat zeg je? De koning? Ja, het bezoek van het koningspaar, dat was eind vorig jaar. Vond ik een heel bijzonder moment, hè? Bezoek aan Noordoost-Twente. Dus niet alleen in Oldenzaal, maar ook begonnen in Almelo en toen vervolgens door Noordoost-Twente getrokken. En uiteindelijk afgerond in Oldenzaal. Was een bijzonder moment, waar veel mensen volgens mij ook erg van genoten hebben, ook al was het kort. En een ander, wat ik ook een heel moment heb gevonden, was de huldiging van Sanne Wevers, om even in sporttermen te blijven. Ja. Wat we toen als gemeente hebben georganiseerd, waar nou de hele markt, de grote markt, bomvol stond. En wat een fantastische avond was en waar Sanne en ook haar familie heel erg van genoten hebben. Dat waren twee hele mooie momenten vorig jaar. Ja, en wat elk jaar terugkomt, kwam in het filmpje ook al even naar voren, de carnaval. Met als hoogtepunt de carnavalsoptocht. En elk jaar weer een schitterend evenement in Oldenzaal. Als je dat naar buiten toe moet vertellen, wat vertel je dan als burgemeester? Hoe vertel jij over Oldenzaal? Nou, wat ik net al aangaf, dat het een bruisende stad is waar heel veel energie in de samenleving zit. Waar ook vanuit de mensen in Oldenzaal heel veel op touw wordt gezet. In Oldenzaal is een feestje aan de gang of het wordt georganiseerd. En dat betekent dat je daar als gemeente ook daar heb je wel een rol in om dat te ondersteunen. Maar je hoeft niet overal steeds de kar te trekken, want dat wordt vanuit die samenleving gedaan. En dat vind ik wel heel bijzonder, dat dat in Oldenzaal gebeurt. Dat is niet in iedere gemeente zo, weet ik ook uit ervaring. En dat vind ik een heel mooi kenmerk van de Oldenzaalse samenleving. En zijn we voldoende trots op onze iconen? Je noemde al Sanne en Lieke. En we hebben natuurlijk een aantal Olympisch kampioenen, Elle van Lange. Ja. Volgens mij werd jij Olympisch kampioen terwijl jij in Oldenzaal woonde. Ja, dat klopt. Dus dat mogen we dan als Oldenzaal ook. Zijn we daar voldoende trots op? Nou, hebben we daar voldoende mee? Ik denk dat we daar behoorlijk trots op zijn in Oldenzaal. En we hebben nog iets in voorbereiding in het kader van die 3 Olympische kampioenen die we hebben. We hebben ook nog Olympische winnaars als het gaat om de Paralympics. Dus ik denk dat wij daar behoorlijk trots op kunnen zijn. En dat we dat ook binnenkort nog gaan uitdragen doordat we nog iets in voorbereiding hebben. Om de Olympisch kampioenen op een plek in Oldenzaal nog extra te eren. Ja. Je stuurde ons een prachtige foto van je gezin. Ja. Wat is belangrijk voor jou? Dat gaf je net ook al aan, hè? Ja. Toen jou die keuze moest maken tussen Goor en Haaksberg. Koos je voor, nou hier staan ze. Gaan ze jou straks elke dag zien? Worden ze gek van jou of wat ga je doen? Ja, het kan zo komen. Jij bent straks na 18 juli ben jij... 18 juli kan ik zo meteen nog iets meer van vertellen, want het gaat nog iets langer duren waarschijnlijk. Oké. Okay. Omdat ik 18 of 1 juli ga ik officieel stoppen. Maar de opvolging van mij, die begint pas na de raadsverkiezingen. De raadsverkiezingen zijn op 21 maart. Oké. Okay. En daarna begint pas de procedure voor de opvolging te lopen. En dat is niet in 3 maanden gebeurd, dat duurt wat langer. En ik heb gezegd van ik ben bereid om dan nog als waarnemer aan te blijven om dat gat op te vullen. Anders moet er iemand van buiten komen en ik wil het best doen. Dus ik ga er zelf vanuit rond 1 januari 19 dat dan ik echt stop. En hij volgt toch al een kookcursus? Ja. Volg je een kookcursus? Nou ja, daar ben ik wel van plan. En ik wil ook meer met, muziek gaan doen, om eens wat te noemen. Ja. En ik wil een Italiaanse cursus gaan volgen. En er zijn allerlei dingen die ik graag wil doen, waar ik nu niet aan toe kom in dat drukke bestaan. En het gezin verdwijnt alweer, maar ik wil ook samen met mijn vrouw meer dingen gaan doen. Meer gaan wandelen. We hebben een aantal jaren de Vierdaagse gelopen. Dat kost heel veel tijd om te trainen, dus dat willen we ook weer gaan oppakken. En onze kinderen die wonen wat verder weg allemaal. Die wonen niet in Twente. Die wonen in Nijmegen, in Sint-Michielsgestel bij Den Bosch en in Amsterdam. En dus die zal ik niet dagelijks op de huid zitten. Nee. Maar we hebben ook 3 kleinkinderen bij een van de dochters. Net recent nog eentje, toch? Ja, pas nog 2 weken geleden nog kleindochter geboren. Proficiat. Ja, dankjewel. Dat is ook echt heel leuk. En, wij gaan dus regelmatig ook oppassen daar. En dat gaan we waarschijnlijk wat vaker doen. Wij vragen onze gasten behalve locatie ook altijd naar het lied. En nou hebben we een beetje een bijzondere aflevering omdat we Enorm hebben. Die zitten volop in de kerst met ballen toe. Daar gaan we zo nog even over hebben. Dus zij kunnen niet elk nummer
ze kunnen heel veel, maar jij gaf aan, Star van Steeler's Wheel, with a little help from my friends, Imagine, the Guitar Man. Komt een ander nummer, dus de jongens van Enorm die komen zo zitten. Dat is te moeilijk voor ze. Maar misschien is het wel. Dus, yes. jij zei ook zelf, ik wil wel een nummer meespelen. Ja. Je had Bad Moon Rising van CCR, had je Creedence. Ja? Ja, ik heb het alleen nu niet geoefend, maar ik heb geen tekst bij me. Maar muziek is passie. Muziek vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik ben vroeger in een schoolbandje begonnen en ik heb altijd op bruiloften en partijen in de familiesfeer altijd de familie begeleid. En dat is heel leuk om te doen, dus ik hou dat wel een beetje bij met die gitaar. Maar dat is het simpele werk hoor, wat akkoorden. Ja, laten we gewoon. Het is niet de kwaliteit die hier wordt geleverd. Laten we eens gewoon luisteren wat de jongens voor jou toch uiteindelijk hebben uitgezocht. Je weet het ongeveer. Komt-ie. Okay. Dames en heren, Enorm. Dankjewel. Ik heb daarnaast heb ik nog een hele mooie tip voor Theo. Want dit is een fantastische gitarist die ook lessen geeft. Oké. Okay. Ook op locatie en in het thuis. Dus volgens mij ligt hier iets moois voor je. Prima. Het verschiet. Goed. Moet aan de tijd denken, hè? Nee. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night, touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. The sound of silence. Ah. Mooi. Mooi toch? Nou, toepasselijk, hè? Ja, pas zeker. Toepasselijk, we gaan geen silence hebben over Theo Schouten. Maar jongens, blijf trouwens heel even zitten. Ik kom bij jullie, blijf even zitten. Als je een slotopmerking zou mogen maken over 6 jaar Oldenzaal, Theo Schouten. Of iets meegeven aan de samenleving van Oldenzaal. Je bent al lang niet weg, begrijp ik. Nee. Dus we hebben nog een heel lang jaar met jou. Ik hoop nog een jaar met heel veel energie nog allerlei dingen te doen in Oldenzaal. Ja. Ik heb er ook nog steeds zin in om dat te doen. En ik heb toen ik benoemd werd als burgemeester, dat was een kroonbenoeming, zoals dat dan heet. Toen heb ik gezegd, deze kroonbenoeming is de kroon op mijn loopbaan. En zo voel ik het ook. Ik vind Oldenzaal een fantastische stad om daar mijn loopbaan te mogen afronden. En nogmaals, met veel energie hoop ik dat nog een jaar te doen. Dames en heren, Theo Schouten. Dank u wel. En kijk even met ons mee. Er komt een commerciële boodschap in ons programma. Maar wel een hele mooie commerciële boodschap. Oftewel, Enorm. Komt-ie. Flow, sister, pull it.
Storm en Kids met Ballen. En ik mag er zelf al een aantal jaren in Oldenzaal bij zijn met een fantastische avond. Maar jongens, hoe lang doen jullie dit al? Hoeveelste jaar wordt dit? Dit wordt nummer 12. Nummer 12? Ja. En, ja. En bijzonder is ook wel, Erik, dat jullie nu, jullie maken het echt een dermate tour van Duitsland, 5 locaties. Ja, zijn 5 grote locaties, zeg maar, met zeg maar 1000 mensen en meer. De Bond is dan volgens mij 650. Dus van een kroegje, wat begon, dat is, inmiddels is het 15 jaar geleden, begon het als een grap. Dus de drummen die hingen, wij deden een strak pak aan, de drummen hingen een guirlande om zijn drumstel en dat was het eigenlijk. En toen ging het dak eraf en toen dachten we van ja, dat doen we volgend jaar maar weer doen. Nou goed, we zijn ook trainingsbeestjes en dus het vergt ook heel veel energie vooraf. En dat doe je dus ook keer met zoveel plezier en als het dan ook keer kan blijven groeien. En het is niet zoals een wielrenner die op een gegeven moment toch een keer afscheid moet nemen van het hoge podium. En dat, wij kunnen blijven groeien. Dat is het leuke van muziek. Wat kunnen we verwachten? Wat bijzonder? Wat wordt anders dit jaar ten opzichte van andere jaren? Akoestisch de kerk, maar die is uitverkocht, dus daar kunnen we niks meer. Maar ja. Dat wordt een mooie, denk ik. Nou, gewoon dat is de creatieve kant van als het gaat om de set in elkaar bouwen. Dus wat vind je het mooiste? Wat kunnen we verwachten? Ieder jaar is natuurlijk een bepaald rondom een bepaald thema. En dat thema is heel moeilijk te omschrijven. Maar we hebben dit jaar wel iets meer pop georiënteerd. Maar wel echt vol feest. Andere jaren hebben we ook al eens wat meer feestmuziek. Maar nu zit er toch wel iets meer feestpopmuziek in. Het is een klein beetje enorm. Het is een hele grote bubs kerstnummers. Dus echt de oude wetse kerstkrakers. Ja. En nummers die waar iedereen een kerstgevoel van krijgt. Maar dat moet niet per se een kerstnummer zijn. Dat kan ook, hoe heet die band ook alweer? Wham! Bijvoorbeeld. Wow. Het maakt niet uit. Noem het de top 2000 en iets daarvan komt daarin voor. Ik wil jullie bedanken voor het feit dat jullie hier vandaag zijn. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Maar ga niet weg, want we gaan volgens mij nog een paar nummers spelen. Dus dames en heren, enorm. Okay. En we hadden hem al aangekondigd, hij zit al. Laten we kijken naar Henny Kuiper. Schitterend, Henny Kuiper. Prachtig. Ja, wat moet je hier nog van zeggen dan? Ik moet eerlijk zeggen trouwens, bronvermelding, BNN, VARA, De Wereld Draait Door, waar jij de laatste keer zat met dit fantastische filmpje. Maar hoe mooi is het om dat zelf te zien? Kun je daar zelf van genieten? Ja, dus bij mezelf ook heel veel losgemaakt eigenlijk. Ik heb, mijn gevoelens liggen heel diep, maar het was wel, ik zat wel in het reuzenrad de laatste weken, moet ik zeggen. Alles komt er voorbij. Maar ik wou trouwens nog wel even zeggen, je had het net over de overwinningen, maar je hebt nog één mooie overwinning vergeten van mij. Ja, clubkampioen van de Oldenzaalse wielerclub. Ja. En dat moet je niet onderschatten. Dat moet je niet onderschatten, want Iedereen kent elkaar heel goed. Je weet precies wat je wel en niet moet doen om te winnen. Daar leef je naartoe. En dat is eigenlijk net zo spannend als Tour de France. En die beleving, ik zeg dat vaker, maar dat is prachtig om te doen. En er zijn hier... ik heb een aantal van die coryfeeën bij elkaar gezien. Maar die hebben de OVC heropgericht. En toen gingen wij... Dus ik zie me nog zo van... De ene kant naar ons aan rijden op een novemberavond dat de heroprichting was. En toen is het allemaal gebeurd eigenlijk. En ja... Dat is ervan gekomen wat we net zagen. Mooi. Ik wil één vraag stellen over wielrennen in het algemeen. En voordat we over jou gaan praten. Hoe bijzonder is het eigenlijk wat er in het Nederlandse wielrennen nu gebeurt? Want Tom Dumoulin komt denk ik zometeen ergens in beeld. Die wint de Giro. Hoe vind jij dat? Ja, dat is wel de absolute top, ja. En we hebben in 100 jaar, dit was de 100ste Giro d'Italia... Dat is de eerste keer dat een Nederlander wint, dus dat is uitzonderlijk goed. Hoe doen we dat? Hoe komt dat, denk je? Dat dit nu weer komt? Ja, er wordt van alles gezegd, maar ik denk dat... je ziet ook in de voetballerij, in de hele sport, ook in de, zelfs economisch ook, die golfbewegingen. En op een gegeven moment, dan staat er een generatie op. En hij is toch wel de voortrekker ook, hoor. Ja. En hij is een persoonlijkheid. En ja, hij heeft de kwaliteit ook lichamelijk, maar... Bij Kopman zijn een grote ronde winnen, komt veel meer bekijken dan alleen... Dat heeft hij goed gedaan. Dat heeft hij heel goed gedaan. Nou, als je ziet dat die Nibali klopt, en daar was hij heel druk mee, maar die wint toch al de Giro en de Tour en de Vuelta. Maar hij wint toch van die mannen. Ja. En ook van Quintana. Dat was
Dat is niet gestolen. Dat reuzenrad waar je het net over hebt, dat wordt met name veroorzaakt door dit. Ja. Hè? Dit kleine boekwerkje wat ik hier in mijn handen heb, dames en heren. Dat was ongeveer 15 kilo. Kampioen wilskracht. Ik denk dat ook... jij had er zelfs al in gekocht voor je school. Oh nee, dat mag je niet verklappen. Hè? Oh, dat mag je. Dus, dus dat mag je niet verklappen. Maar hoe gaaf is het om zo'n eigen boek te hebben? Hoe komt het? Waar is het ontstaan? Ja, er was al een boek van mij, maar dat was een pocketformaat. Er stond ook wel mijn levensverhaal in. Maar mijn jongste zoon die heeft allerlei foto's verzameld. Ik had 34 fotoboeken op zolder liggen. Die hebben we onder stoffen aangehaald, alles gedigitaliseerd. En tegenwoordig met internet, ja, daarvoor zitten we nu ook hier. Het is wel een geweldig media en medium. En er kwam van alle kanten foto's binnen. En toen zei pa, we gaan een boek maken. Ja. En toen kwam Joop Halthaus, een gerenommeerde schrijver. En die had het boek van Joop Zoetemelk geschreven, ook en, de tijd van Rally. En die zegt, en die van jou moet ook een boek komen. Ik zei, nou dan moet je met mijn zoon gaan bellen. Nou en toen, is het gaan rollen. Ja, we kunnen een hele avond praten over het boek en alles wat erin staat. Hè. Je hebt ook nog een fantastische luxe editie met je licentie van de Olympische Spelen. En echt geweldig. Ik vroeg aan jou wat zeg maar, voor jou een van de belangrijkste foto's is uit dit boek. En ik weet niet of het zo gaat lukken, maar ik laat hem even zo zien. Camera. Niels, zie je hem? Ja, denk het wel, hè? Dames en heren, misschien dat jullie hem ook zien. Wat is dit voor foto, Henny? Nou, dat is op de top van de Alpe d'Huez. Dan ben je een paar weken in de Tour bezig. En dan zijn er al heel veel afvallers, maar dan gaat het echt voor het klassement. En die beleving van die drie koppen daar, die drie individuen, dat is prachtig. En dat zijn niet zomaar individuen, hè? Nee, ja. Kuipen, Hinault en Zoetemelk. Ja. Ja, dat is wel fantastisch. Maar dat is echt het wielrennen. Dan wordt het, je wordt moe en moe. Moe praten we nooit over het wielrennen. En mijn moeder zei ook, ik ben nooit moe. Maar de energie raakt op en je wilt je doel bereiken. En dan moet je het uit je grote teen halen. En dat zie je ook op die foto heel duidelijk dat het daar gebeurt. Kampioenwilskracht.nl hè? En bol.com, toch? Ja, daar zijn ze te bestellen. Er zijn er nog genoeg, dus... Wat zeg je? Je kunt in Oldenzaal ook kopen. Boekhandel Broekhuis. Boekhandel Broekhuis kunt ook kopen. Dus mensen, vanavond koopavond in Oldenzaal. Dus hoe ziet... Zijn ze open, ja, kan nog wel. Henny, misschien een rare vraag, maar hoe ziet een dagje Henny Kuiper er tegenwoordig uit? Ja, nu met het boek zal er promotietour in zitten, maar mag ik vragen wat jij zeg maar overdag doet? Ja, maandag ben ik eerst bij de Voskampgroep geweest in Oldenzaal. Daar ga ik elke... Eerste woensdag in juni een tocht mee organiseren en er zijn vrienden geworden, prachtig bedrijf. En ik heb de drie directeuren daar een boek gebracht en dat was leuk. Je bent Sinterklaas aan het spelen natuurlijk. Nou ja, en toen moest ik bij Gezellen zijn, die bestonden 135 jaar, daar was ik eregast. En dat was prachtig, 500 mensen in één zaal. En toen ben ik doorgereden naar Hilversum en ik ben lid van de club 144 Oudsporters. Kwam ik, ja, Leen Vrommel hierheen me weer omver toen ik binnenkwam. En dat zijn dan scheidsrechters. Sjoukje Dijkstra met Johan Haanappel. En voetbalscheidsrechters, oudsporters. Word je veel gevraagd om bij dit soort zaken aanwezig te zijn? Het is ook een eer, denk ik. Nou, ik heb me nu voorgenomen. Ik heb vandaag drie keer over nee gezegd tegen iets. En was Oldenzaal ook bij. Ik ben wel blij dat je hier zit, trouwens. Zij? Ik ben wel blij dat je hier zit. Nee, maar jij vroeg mij ook. Ik vind het wel heel goed. We hebben een beetje hetzelfde idee. En er zijn ook jonge mensen in de zaal, maar we zijn nu in een stadium in ons leven. Ik sta nog midden het leven. Ik vind het hartstikke leuk om discussies aan te gaan. Ik wil ook zeker in actie blijven. En dat heb ik net wel gezegd, wat ik allemaal aan het doen ben een beetje. Maar op een gegeven moment ga je wel iets anders in het leven staan. Ik heb de Olympische Spelen meegemaakt. En dan zegt, waarom ging jij niet naar huis? Dat was een aanslag. Ik zei, hoe kon je daar blijven? Ik zei, man, was geen haar op mijn hoofd die naar huis wilde gaan. Ik zei, ik had daar naartoe geleefd, 4 jaar lang. Ik zei, ik wil naar de Spelen. En dan ben je daar. En dan zat ik in die tunnel. En dan wil je knallen. Nu, als me dat nu zou overkomen, of een groot zwaar ongeluk, dan staat de wereld wel helemaal stil, denk ik. Ja. Jij gaf in ons contact vooraf, hè, over de meest bijzondere momenten in jouw leven. Gaf jij ook aan dat het Olympisch kampioen worden zoveel heeft veranderd dat wel echt een markant onderdeel is, behalve clubkampioen van OVC. Maar dat Olympisch kampioen was voor jou toch wel echt een heel bijzonder moment.
toen woonde hij ook in Olzaal, hè? Ja, dat is burgemeester Eekhoutstraat nummer 49 in Zuid-Berghuizen. Ik sta hier. En ja, toen grote huldiging en prachtig hier bij Hotel het Landhuis. Dat was ons clubgebouw, we hadden geen clubgebouw. Is inmiddels, dank aan de gemeente, wel wat gebeurd. We hebben nu een prachtig clubhuis. Ja. En ja, en toen begon het voor mij eigenlijk. Maar dat... Ik ga maar gewoon door. Rustig blijven. Ja. In elk geval, nee, maar toen is er heel veel veranderd in mij. En ik denk ook, sport verbindt ook. En ik ben daardoor ook wel een wereldburger geworden. Ja, ik werd professional en ik ben naar Brabant gaan verhuizen. Maar op die Olympische Spelen, dat was wel heel iets apart. Ik liep daar rond, ik kwam er mensen tegen die 2 meter lang in witte gewaden. Ik denk wat. En de Colombianen zaten 's morgens om 6 uur aan tafel soep te eten. En ja, en ik dus zulke eigenaardigheden. Maar één ding verloor ik niet uit het oog. Ik wilde die prestatie neerzetten. En dat heb ik geweldig goed gedaan. En ja, en toen is er wel heel veel veranderd in mijn leven. Maar staat het ook anders in verhouding, sorry, staat het ook anders in verhouding tot andere overwinningen? Want je hebt natuurlijk fantastische overwinningen gehaald, hè? Je hebt, toch? Ik bedoel, we mogen toch zeggen dat hier een icoon uit de wielrensport zit die klassiekers, Alpe d'Huez etappes, weet je, wereldkampioen, heb je allemaal gehaald. Dus daar mogen we met z'n allen echt, klap er nog een keer voor, jongens, want hier zit... En heel laat, hè? Maar als je... En jij zit in die tunnel. In die tunnel van topsporter zijn en zeg maar daarmee bezig zijn. Maar als je daarop terugkijkt, hè, wat verandert er dan in jouw leven waardoor jij zeg maar dat hebt gedaan? Waarom heb je... Hoe is dat gekomen? Ja, maar je bent wie je bent eigenlijk, hè? Kampioen wilskracht. We hebben deze week een icoon in Twente verloren. En die man heeft ook geweldig veel gedaan. Dick Wessels. En dat zal nog... Na zijn overlijden nog veel sterker naar voren komen. En ja, dat is geen sentiment, maar ik ben nu op een leeftijd dat ik wel eens een stap achteruit mag doen en ook eens terugkijken wat ik gedaan heb. En ja, ik denk niet van, oh, niet goed gedaan, jongen. Maar ja, ik ben... Ja, maar dat doen wij wel. Ik ben de, ja, daar mag je wel trots op zijn, maar wij stukkers doen dat niet te gauw. Doe maar gewoon, doe gek genoeg. Ja. Maar ja, het is mij overkomen. Maar ik heb met keihard werken en heb ik wel laten zien dat je heel veel kunt bereiken. Ja. Zullen we eens even kijken naar het filmpje, want we hebben nog gevraagd naar de locaties van jou. Ja, en daar was je heel duidelijk in, dus kom maar op. Laat het maar even zien wat we gaan zien. Wij zagen Almelo Notto een kanaal, maar dat zit natuurlijk vast aan jouw geboortegrond, hè? En we zagen Luttersand, een deel van de Groene Stad, maar ik denk dat we hem net niet helemaal gehad, of wel? Was het de Groene Stad? Zat er goed in, want ik zeg al, daar liggen nog meerdere melkbussen met zweet van mij. Daar heb ik met de OWC en mijn hermelsnoeien uit Denenkamp ontzettend veel getraind in dat gedeelte van Luttersand. Ja, en daar hebben we de basis gelegd. En ik vind het kanaal Almelo Notto wel een geweldig mooi. Ik ben eraan geboren, kanaal Almelo Notto, maar het is ook een plek om rust te vinden ook. Ja. Zo mooi. Ja, ik zit, weet je, als we heel lang over die carrière, waar jij nu staat, en ik mag tegenwoordig ook zelfs toertochten doen, en dan in Denenkamp kom je zeg maar bij het kanaal Almelo Notto en bij de IJskuip. Wat is dat? Dat is een nieuw deel van jouw leven waar je, dit is de IJskuip? Ja, dit is een oudershuis, maar erachter staat nog een veerstal en mijn neef, de derde generatie, mijn vader is begonnen 81 jaar geleden en die had ruimte over en die zegt, nou, Henny, wil jij er niet wat mee doen? En we waren al 10 jaar bezig met een huis van de wielersport, ook op de Hulsbeek. De economie zakte in 2007. Ja. En ik heb heel veel spullen had ik bewaard en toen ja, zijn we daar begonnen met iets leuks neer te zetten en dat is, dat past eigenlijk heel mooi. En mijn neefje heeft mij geprobeerd te evenaren. Hij is geen wereldkampioen, niet, maar hij is wel Europees kampioen ijsmaak. Heb ik hem altijd tegen gezegd. Ik zei, je moet voor het beste gaan. En we lachen daar wel eens om, maar toch is dat wel heel mooi hoe we dat ook gedaan hebben. Een beetje in mijn stijl ook, gewoon doen. En het is dan een geweldig mooie plek om daar te zijn. Je zit nu midden in die maalstroom van dat boek, hè? Daar krijg je heel veel publiciteit over en je hoopt ook dat het natuurlijk goed aanslaat. Maar heb jij plannen zeg maar, voor de komende tijd waar je...
verder mee bezig gaat. Is dat ook nog verbonden aan de wielersport? Want dat blijf jij natuurlijk altijd. Ja, ik wil sowieso 100 jaar worden. Maar, 100 jaar? Ja, ik heb nog zoveel te doen, Bas. Dat, ik heb het hartstikke druk. Maar ik wil ook wel in actie blijven. Maar één ding, dat heb ik niet in hand. Je moet wel gezond blijven. Ja. Maar ja, het is, maar daar moet je ook aan werken, denk ik. En dat doe ik ook wel. En verder, ja, wat doe je allemaal? Er komt zoveel op mijn pad. En, ja, dat gaat best wel lukken. En ik ben wel we zijn op het ogenblik, we hebben een bloeiende. Ik ben meer dan 50 jaar lid van Oldenzaal de Wielerclub. We hebben het over Oldenzaal. Ik heb er ook gewoond. En daar draag ik een heel warm hart toe. Ja, en ja, meer dan 500 leden. Dus ik denk na Kwik, denk ik wel de grootste club in Oldenzaal zou best wel kunnen. Ook, ja. Nou, en ja, tegenwoordig vrijwilligers. We zijn ik denk dat Boeli er nog tussen zit, hoor. Maar OVC is een fantastische club. Laten we dat even voorop zeggen. Ja, nou, en ja, fietsen is mijn lust en mijn leven. Ja. En ja, daar wil ik ook mijn steentje aan bijdragen. Dat we daar in de toekomst mee verder kunnen. Ik doe één ding en dat de regie gaat wij nu helemaal niet leuk vinden. Want cameratechnisch kan het helemaal niet. Heeft iemand uit de zaal een gave, leuke vraag voor Henny Kuip? Die absoluut wil weten. Maar hij zit er nu. Zo vaak zit hij er niet. Engelbert zit er. Engelbert, heb je een vraag voor Henny Kuip? Nee? Ja, die weet alles al, Bas. Ja. Ja, één vraag. Heeft Henny de meeste ronde in Denenkamp gewonnen en hoe vaak? Heeft Henny de meeste ronde in Denenkamp gewonnen en hoe vaak? Nou, dat is een hele interessante vraag. Ja, wat pijnlijk, hè? Pijnlijk, niet gewonnen. Oh. Nee, maar dat maakt wat ik net zei, de koers ook zo mooi. Dus Herman Snoeien was sneller dan ik. En hij heeft geloof ik 11 of 12 keer gewonnen. We waren hier een keer met de Olympische selectie, toen vlak voor de Spelen van 72, met Kees Priem, Veder de Hertog, Henk Poppen was erbij. En Kuip, jongen, zei, de jongen zei, Kuip, we helpen jou vandaag, jij gaat vandaag winnen, even Kees Priem. Nou, en ik moest wegrijden op plaats. Dus een paar ronden voor het einde, die man, en die gaan. Ik had een paar keer vaker geprobeerd, dus ik demereer en ik heb een gaatje. Dus ja, en ze zetten dus Snoeien helemaal klem, niet uit Herman. Maar hoe die deed, weet ik niet, of de stoep of... Maar de prijs ligt op de meet, maar ik was wel tweede. Nee. Dat was een goede vraag. Nee, maar doe maar een beetje. Smeer hem maar een beetje in die bon erin. Nee, maar dat maakt het wel mooi. En dan reden we in Beuningen op de Austerberg. Daar kon ik, dat was lastig. En dan hier achter bij Kalheuping parcours. Ja, mooi, hè, hier. Dat waren prachtige dingen. Oldenzaal, Noordoost-Twente, Denenkamp, ja, fantastisch woord, toch? We gaan naar een liedje luisteren. De jongens van Enorm zitten alweer klaar, dus we laten ons verrassen. Ja, goed. Toch? Ja. Komt-ie. Op ons op een verkeersmis wil me de mol zo gerne zien. Op ons op een verkeersmis en dan gaan we de A1. Het is lang geleden dat ik binnen was, maar ik voel me nu onmiddellijk best. Rien hoe rap verdaan op hoes op aan verkerstmis. Ik roep er aan, ik voel er aan. Ik kan ze wat brug in mijn mond. Ik ben over de ijzer. Ik kom te met op alle grond. En ik zing verroep, al hoor je me niet. Ik zing hoe zachtjes toe, dan ben je bij me. Grien hoe rap verdaan, op hoes op aan, verkeerst me. Kerstmis. Ik roep het aan, ik voel het aan. Ik wil mijn vaar, zo geen zin. En ik ben over de ijzer. Komt er met op alle grond. Ik roep het aan, ik voel het aan. Ik wil mijn vaar, zo geen zin.
dan vraag je om een toelichting, want we hadden het hierover. Maar volgens mij, jij zit ook nog in de clip, hè? Jij zit in die clip met jouw gezicht, toch? Heb je dat niet gehoord, Bas? Wat zeg je? Heb je dat niet gehoord? Ja, jij zit gewoon niet. Nee, maar... Ja, ik heb natuurlijk de hele wereld overgezworven. Maar jij vroeg mij, wat voor muziek vind je leuk? Maar dat varieert met mij geweldig. In wat voor stemming ik ben. Ik hou wel... Ik hoorde van de week de Moldau nog, of die heb ik op school eens leren naar luisteren. En ik ben daar ook geweest in Joegoslavië. Dat vind ik prachtig, maar dan moet je wel in de mood zijn met een glaasje rode wijn en zo. Maar als het heftig is, en ik hou van smartlappen. Maar ik ga het over de IJssel, maar als ik Deventer over de brug kom. En dat is altijd zo geweest. Ik ben altijd blij dat ik weer naar huis kom. En ja, er is van alles te doen in de wereld. En ja, dat past wel. Ik vind Kerstmis toch wel een periode van weer samen zijn, rust, bekenden zien, die mensen die lief zijn. Ik vond dat mooi om dat aan te vragen bij jou. Ik vond het mooi dat je aan tafel zat. Ik weet niet of het zo is. Ik voel een zeg maar, gepassioneerde, ook wel emotionele man die op de een of andere manier, door middel of misschien van het boek, eindelijk zeg maar, daar een plek in krijgt. Dus ik kan maar één ding doen en dat doe ik met heel veel respect mijn pet af. Nou, pet heb ik niet. Maar dames en heren, mag ik een daverend applaus. Henny Kuiper. Ik ben altijd blij dat ik weer naar huis kom. En ja, er is van alles te doen in de wereld. En ja, dat past wel. Ik vind Kerstmis toch wel een periode van weer samen zijn, rust, bekenden zien, die mensen die lief zijn. Ik vond dat mooi om dat aan te vragen bij jou. Ik vond het mooi dat je aan tafel zat. Ik weet niet of het zo is. Ik voel een zeg maar, gepassioneerde, ook wel emotionele man die op de een of andere manier, door middel of misschien van het boek, eindelijk zeg maar, daar een plek in krijgt. Dus ik kan maar één ding doen en dat doe ik met heel veel respect mijn pet af. Nou, pet heb ik niet. Maar dames en heren, mag ik een daverend applaus. Henny Kuiper. Mooi. Ik heb zelf niet eens geklapt, dat is ook maar goed, kom, doe ik zo wel. Wij komen alweer aan het eind van het programma. En ik vond het fantastisch dat jullie zeg maar, zo stil konden zijn met elkaar hier in de zaal, maar ook kijkers thuis. Ik eindig altijd met danken en dan krijgen wij zo meteen een heerlijk bord eten van Joris. Ik hoop dat het gelukt is. Qua koken, voor de fantastische locatie. Yellow, voor de fantastische uitstraling van bijzonderemensen.tv. Brandcube voor de website, masterfoto, er komen fantastische foto's op Facebook, deel ze, bekijk ze, jullie komen er allemaal op. Onze cameramensen, en in dit geval is dat Niels Vis, is dat Stef Hering en Juliette Engel Betting. Daar de tafel en de stoelen van Zijgen. Mijn mooie kleding, die komt van Mosselt Mode jongens, dat moet ik echt gezegd hebben. Ook hier de schoenen, echt fantastisch. Okay. Dus licht, techniek en geluid van Systematic, Deslux en Total Image. En ze zitten achterin, dit keer, Pleun en Teun voor alle techniek. Geef iedereen even een daverend applaus. Joris, waar ben je? Want ik ga natuurlijk langzaam nu naar zeg maar, het moment dat ik denk van we gaan... Volgende uitzending, 5 januari, zijn we er weer. Dus we zijn er in december niet, want dat valt allemaal niet goed met feestdagen, et cetera. 5 januari zijn we hier weer. Bij de vrijdagmiddagborrel in Qua Koken. Ik wil nog maar één keer een daverend applaus, want dan rek ik het tot Joris er is. Goed eten laat zich niet haast hebben. Ja, en dan gaan jullie maar een liedje zingen, want dan eindigen. Mag ik nog één keer een daverend applaus voor Theo Schouten, Henny Kuiper. Achter. En mannen van Enorm. Ik zou zeggen... Oh, wacht even, Joris komt er tussen. Take it away. Take it away, sluit hem af. En dank jullie wel, hè. Succes met Kerst met Ballen. Dank je wel. Okay, jongens. I can't believe the news today. Oh, I can close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, 'cause to know we can be as one, to know. Broken.
broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the dead end street. But I won't hear the battle call. It puts my back against the wall. Sunday, bloody Sunday. 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 Oh. And the battle's just begun. There's many lost, but tell me who has won. The trench is dug within our hearts. And mothers, children, brothers, sisters torn apart. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. How long must we sing this song? How long, 'cause tonight, this beer's warm tonight. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Tot ziens. Kerst met ballen. Merry Christmas. Dank jullie wel enorm. Dank je wel Erik en Ronald de Bos. Joris? Zoals gezegd, een mooi stukje hert. Daarbij een stoofpotje van kalf en wat schuim van eekhoornsbrood. Geniet er lekker van. Eet smakelijk bij Qua Koken. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bedankt.